dames en heren en welkom terug bij Ark Scorched Earth. Oh yeah, hebben we nog een gun? Een andere gun ergens? Oh yeah, die hebben wij, mensen. Ik ben hier vandaag met Tissue Boy Tata. En om eerlijk te zijn wil ik beginnen met iets wat ik jammer vind, denk ik. Maar mensen, als je bij mij een name request doet, pak dan niet de name van een andere YouTuber. Ik heb nog nooit zoveel flames gehad voor een name. Dus, kiezelsteentje is al gebruikt door zowel Headgames als door Master Crook. Is dat niet leuk als name suggestion? Rocky Balboa. Rocky Balboa, oh yeah. Dat is zijn nieuwe naam. En dat blijft hij ook. Wel super gaaf. Ik wil een oproep doen aan jullie, iedereen. Je weet het, de mensen die veel de reacties lezen en wat mee doen en dat soort dingen. Als jullie zien dat een name suggestion gestolen is, geleend is, gebruikt is van een andere YouTuber, laat mij dat dan even weten, want dan gaan we hem niet gebruiken. Dan gaan we hem gewoon niet gebruiken, mensen. En verder, ik weet het niet. Ik denk dat we vandaag hier niet te veel meer gaan doen bij de schaapskooi. We laten het even voor wat het is. Het hekje is af en wij zijn nog schapen nodig. Wij zijn nog allemaal schapen nodig en nog wat andere teams. En eigenlijk wou ik daar vandaag heel graag even naar kijken, mensen. Gewoon even kijken naar wat of dat wij kunnen gaan temmen. En gewoon even rondneuzen. Hier zo. Oeh, Raptor. Ik zie een Raptor. En daar al is met zulke dingen. Oh, wow, ik zit in zijn hoofd. Ik zit in zijn hoofd. Dat is niet goed, mensen. Raptor, level 8. Kan ik hem hitten zo? We kwamen in de buurt. Hij liep weg helaas. Maar het nadeel, mensen, is dat je alle levels moet gaan checken. Wauw. Crap. Is Sander online geweest? Wat is dit? Wat is dit voor onzin? Wie heeft hier nou zo'n lelijk tijds huisje gebouwd? Wat de... Dit is een privé server, mensen. Dit is een... een privé server. Is er iemand thuis? Crap. Van wie is dit? Rich? Rich zit dan bij ons op een server? Dames en heren, ik ga eens even kijken waar of dat Rich uithangt, mensen. B.O.B.'s. En dat hebben wij gevonden, mensen. Het is Rich. Hallo, Rich. Heb je honger? Oh, ik killde een Limantria. Zie je dat nou, Jabberwocky? Zie je dat nou, Jabberwocky? Dat is toch geen mount? Ik denk dat we Rich moeten gaan helpen, Jabberwocky. Hoe denk jij daarover? Ja? Oh yeah, dat gaan we doen. Eerst die Lamentry opeten. En mij dus. Het is gewoon de tijd dat we een tribe vormen. Had ik je bed ook al vernield? Nee, die staat er nog. Nee. Human flesh, lekker. Ja, vind je dat lekker? Schijnbaar, Jabberwocky wel. Maar wat dacht je? Wie is hier nou? Ik denk, wat is dit nou? Wie heeft hier nou weer een huisje gebouwd? Ik had een keer met die testserver, had je een keer een wachtwoord gebruikt. Ik denk, nou, misschien is het wel hetzelfde. Hey, jou hoor. Wacht even, mensen. Rich heeft gewoon mijn server gehackt. Met een wachtwoord die ik hem heb gegeven. Hoe kerst. Een beetje maar. Het is in ieder geval leuk dat je erbij bent, kerel. Ja, ik denk, doe het maar eens. Ik ben elke keer zo vaak hier te vinden, ik vind geen reet meer aan op de gewone ark. Die heb je om de dag. Een dagje rustig in de woestijn en een dagje iets minder rustig op de modded. Ja. Ja, nu is het niet meer zo rustig. Nee, eigenlijk niet. Waar is mijn lichaampje? Opgegeten. Zitten je spullen ook niet in? Ah, heb je dat al gejat? Je had mijn draak meteen op het moment dat jij doodging. Oh, dan moet ik hem even slaan. Dat is Jabberwocky. Ja, maar nou heb jij mijn neppe knoepert ook doodgemaakt. Oh, had jij een knoepert? Nee, niet een knoepert, zo'n Jabboa. Oh, echt?
Ja. Je kunt die van mij wel lenen. Nee, maar ik heb er nog ergens in verstopt. Nog één verstopt. Maar ik denk dat wij maar even bij elkaar in de trui moeten gaan dan. Kunnen we doen? En dan is gewoon eens rond gaan kijken. Kunnen we leuke dingen doen. Absoluut, absoluut. Mensen, wij gaan even trui vormen, Ritje spullen weer teruggeven en dat soort dingen. Heb je al zo'n ding? Heb je al zo'n ding? Ding? Nee, ik heb niet zo'n ding. Kijk maar, die rent al weg. Mietjes. Ja, hij is een beetje watje. Ah, hij is level 80, is niks mis mee. Is een vrouwtje. Nee. Vrouwtjes zijn altijd goed. Vrouwtjes zijn altijd goed. Geef eitjes. Ik hou van ei. Ja. Is er dan nog niet Nokkie of is er al een keer Nokkie? Wauw, nog niet. Oh, nou is hij boos. Nee, oh. Ze proberen nog steeds te vluchten. Oh, Morello, Morello top stemmen gaat best makkelijk. Dames en heren, wij zijn zo weer terug bij jullie. Het wordt ook nacht. Oh. Oh yeah. Even een kleine disclaimer. Rich die komt hier op de server omdat hij graag wat filmpjes wil maken op Scorched Earth. Dus daarom laten we hem hierbij op de server. En hij heeft dan nou al wel ingebroken. Eigenlijk waren we van plan dit weekend. Maar goed, we hadden natuurlijk speciaal voor Rich alle Lightning Wiffen staan. Hij heeft nog geen name, hij is nog niet geleveld. Dat is allemaal aan jou, Rich. Oh, dat is super cool. En hij is nog mooi ook nog. Oh, ik vind hem echt een van de mooiste. Hij heeft hele mooie blauwe vinnen. En als je hier kijkt bij Blacklight is dat roze. En we hebben Black Eye ook nog, is dat wit. Oké, dat is allemaal Lightning. Ja. Blizzard is... Wauw, ik weet het niet meer. Wat was Blizzard? Oh my... Oh, ja. Oké, okay, Blizzard is ook Lightning. Ja, dit is het minst mooie Lightning. Well. Het minst mooie Lightning. Hebben jullie nog eten, jongens, of zijn jullie al boos op mij? Oh nee, ze hebben eten. Ze hebben eten, het gaat goed. Ik ben ze een keer niet vergeten. En er zit ook nog meat in, dus... Of spoiled. Ja, oh ja, die zijn we nog nodig, maar we hebben 15.000 narcoberries in onze carton zitten. Wat was het? Zoiets, ja. Wauw. Ik neem voor ook... mee naar beneden. Ja, maar ik denk dat de kijkers dan ook wel even een naam mogen verzinnen. Mensen, jullie horen het. Een goede naam voor een Lightning Wiffen. En niet bliksem, bliksem, boom, boom. Nee. Niet alleen omdat die en gestolen is. Maar geen bliksem, geen lightning, een echte drakennaam. Rich is groot fan van draken, kent veel drakennamen uit films en dat soort dingen. Ik denk dat je hem daar een heel stuk blijer mee maakt. Ja, maak een mooie stoere naam, zetten we hem erop. Oh yeah. Maak er gewoon een competition van, mensen. Ja. Maak er gewoon een competition van. De mooiste naam, wat wij de mooiste naam vinden, die wint en die komt op de draak. Oh ja, nou kort ik maar. Ik denk dat we gewoon even een rondje gaan vliegen met de draken, of niet, Rich? Ja, even een beetje verkennen, is wel leuk. Beetje, ja. Alleen denk ik wel dat ik dan Firefox mee moet nemen in plaats van Jabberwocky, maar... Jabberwocky die heeft iets te veel movement speed. Waarom zou ik een draak in moeten levelen, denk je? Attack? Nee, nee. Ja, nee, absoluut. Nee. Waar ben je nou? Zo gauw. Oh, ik moet even draak wisselen. Oh. Oh yeah. En als ik... Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik ook zeggen... Kijk, Firefox the Legend, hij is een legend. Hij zal ook altijd mijn favoriete wiffen blijven. Maar die Lightning Wiffens, die zijn zo verschrikkelijk veel mooier. Daarvoor had ik ook graag Black Eye. Was ook onze hoogste wiffen, maar had ik graag Black Eye als mijn dagelijkse mount gehad. Maar nee... Wordt hem niet. Dat wordt hem niet. Oeh, Rich. Ja? Zal ik je de Wiffen Clovis laten zien? Zullen we dat eens doen? Oké, let's go. We zien jullie daar weer, mensen. Wij zijn aangekomen bij de Wiffen Clove. Wat vind je ervan, Rich? Ziet er al ziek uit. Ja, toch? Allemaal vriendjes. Allemaal vriendjes. Die zijn niet zo heel vriendelijk, overigens. Oh.
En ik zou met een Lightning Wyvern wel oppassen voor een Alpha Wyvern. Oké. Okay. Oh, maar deze Fire Wyvern hier? Ja? Dat wordt mijn hapje. Nice, je hebt de kill. Oh, ik heb backspace aan, maar ik denk, schiet ook gewoon even. Doe man. Oh, hier zit een hele mooie... Oh nee, die is niet zo heel mooi, die Fire Wyvern. Nou is het natuurlijk zo met die Wyverns, Rich. Yeah? Fire Wyvern is immune voor fire en een Lightning Wyvern is immune voor lightning. Oké. Dus dat is altijd wel vet om gebruik van te maken. Oh. 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 Ik vind het hier altijd wel heel vet uitzien. Ik vind het alleen zo jammer dat de muren die lijken scheef te staan of zo. En dat disoriënteert nogal. Ja. Het is allemaal te veel. Het is, ja, nogal. Is dit wel verstandig om hier te dismounten nu? Geen idee. Maar ik zag een eitje. ik moet het level even checken. Level, oh wauw, ik schrok man. wauw, ik schrok echt. Van mij? Ja. Ik hoorde in één keer zo'n lightning attack. Oh, wauw. Rich, dus dit is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want toen wij hier de eerste keer kwamen, waren we hier met Archies. En met die Archies, die konden niks, geen weerstand bieden tegen de Wyverns hier. En nu kunnen we ze gewoon opeten. Gewoon opeten, we zijn op de OP nu. Meteen al. Direct. Direct. Ik denk dat wij nog een proper Scorched Earth challenge moeten doen, nu. Deze. En? Deze aflevering. Een proper challenge op Scorched Earth. Met een raptor of gewoon op een sabercat en dan een beetje rondgaan. In plaats van op een OP wyvern en dat soort dingen. Ja. Want ik voel me hier best thuis hier zo in de wyvern kloof. Ik zie hier nog wat eitjes en zo. Ik ga eens kijken. En dat is niet goed. Ah, weer lightning. Zoveel lightning. Welke zoek je dan? Level 60. Hoog level. Maar niet zoveel uit. Ja. Yeah. Dat is wel leuk man, dan kunnen we die ook een keer samen breeden. Oeh, hier een fire eitje. En mensen, ik weet het. Eigenlijk is het beter om het eitje weg te halen. Maar nee, maar niet uit. 72, niet hoog genoeg. Fire talon? Fire talon, ja, absoluut. Het is wel... epic loot, zeg maar, uit die Wyverns. Ja, ik weet niet eens meer waarvoor, maar ik ben laatst ook een tijdje bezig geweest met ze te verzamelen. Oké. Okay. Wauw, die Rich die zit gewoon al op een Wyvern en die killt alles. Mensen, dit is niet hoe Scorched Earth hoort te zijn op de eerste dag dat je speelt. Wij gaan onze OP dino's eens even wegbrengen. En dan gaan wij proper back to basic. Proper back to basic. En dan gaan spannende we proberen tijden te temmen. Dat gaan we doen. Dat Tapetjara gingen we toch voor? Ja, maar niet met deze dino's. Nee. Niet met deze dino's. Ik denk, misschien Archie, want Tapetjara's die vliegen graag weg. Maar crap, krijg ik nou echt niet deze Poison Wyvern dood? Damn it, moet dat nou op opname, Poison Wyvern? Doe dit dan als ik niet opneem. Oké, ik steek hem in de brand. Ik heb een gaten. Ik steek hem in de brand. Oh nee, mis ik mijn flame nog ook. Holy damn. Rich, ik ben geen goede leermeester. Ik ben geen goede leermeester. Kom hier. Je moet niet te hard voor jezelf zijn. Poison Wyvern. Oh, wauw. Oké, dat knip ik eruit. Hij was maar level 4. Oh my god. Dames en heren, wij gaan eens even echt een iets minder OP dino halen. Of we gaan op zoek naar Tapetjara voor Rich. We kijken even. We gaan even kijken wat we gaan doen. We kijken hier even rond en dan zijn wij er zo weer. Ja. Tapetjara's, Rich? Geen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik weet het niet. Normaal zagen we echt heel veel Tapetjara's. Ik zeg nog tegen Rich... Ik kan me zo vaak herinneren dat ik in de recording zei, oeh, mooie Tapetjara. Oeh, mooie Tapetjara. En nu? Niet te vinden. Maar hier hebben wij wel gevonden. Een heel mooi koppeltje. Thorny Dragons. Zij is 72. Hij is 76. En nee, dat gaat niet om de leeftijd, mensen. Dat gaat om het leveltje. Het leveltje. Zullen we met die dame voor ons beginnen?
Ja, is goed. Oké, ik verstel me achter jou. Oh, ze richt op mij natuurlijk. Oh ja, ze is agro op Rich. Oh, Richie, pas op jongen, pas op. Nou. Oh. Oh, wauw. Misschien moeten we niet schieten met onze darts. Vlucht maar gewoon naar onze draak of zo. Ze wordt echt wel heel bloody. Oh, ze is flight mode. Ze is aan het vluchten. Wauw. Ze is zo knocky. Ze is knocky. Nice. Mister, kom jij maar eens hier. In your face. In your face. You have been tranquilized. Uh-oh. Gaat hij nou weer agressief worden op jou? Ja, tuurlijk. Nieuw, hè? Oh nee, hij pakt mij nou. Oh, dan gaat mijn broek weer kapot, want dat is het enige wat niet hoger is. En die rent ook weg. Ah, wat een watje. Ik zeg nog tegen Rich, laten we gewoon de draak aan de kant zetten en laten we het iets spannender maken. Ja. Oh, verkeerde kun. Hey, schorpioen. Doe schorpioen. Oh, nog één. Echt? Wat? Deze is OP. Oh, wacht, maar level 48. Dude. Ik vind het wel heel vet dat ze bij die schorpioen overigens dat groene bloed hebben gedaan. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Ah. Dat dit echt ook zo zijn. Dus het schijnt dat ze fluoriseren, of onder zo'n lamp, hoe noem je dat ook weer? Fluoriserend zijn. Ja, dat. Ja. Oh ja, schorpioen, kun je dan aan tegen mijn zwaard? Komt er nog één aan? Ik ben hier ook met twee aan, maat. Moet ik toch iets doen? Oh, een witspring aan dingen. Oh, dude. Naar de Wyverns. Die doen echt een lading damage, niet normaal. Ik weet niet hoe level hij is. Oh, en ik moet reloaden. Crap, hij is level 36. Oh, oké, ik heb hem. Ah nee, een rockholem. Nee! Bij de Wyverns? Ja. Oké. Okay. Kan niet aan, toch? Nee. Nee. Rockholem, kom hier. Gooi die nou op mijn Wyvern? Gooi je nou op Jabberwocky? Oh, doe crap. Normaal. Hij valt Jabberwocky aan. Oh nee! Jabberwocky! Oké, ik heb Jabberwocky. Nee, Rock Columns in het wild, man, die hebben echt insane hoog HP. We kunnen best eens proberen een tijdje op een minst aan te beuken, maar dat duurt echt een half uur. Dat zijn onze Tony Dreckens alweer wakker. Hoe moeten we er nou mee? Gewoon wegvluchten, joh. Ze zijn hun agro zo kwijt. Als die de Tony Dreckens maar niet hit, is er niks aan. Nou, dat scheelde niet veel, er lag een steen op, hé. Oh ja, die rock columns. Kijk, hij is alweer rustig. Hij is alweer rustig. Hij slaapt alweer. Oké, okay, nice. Nu loopt er een Artoplura hier. Maar ja, dames en heren, dit was minder spectaculair dan wij eigenlijk een beetje hadden verwacht. Maar, wij zijn nog wel van plan. Oeh, wauw, doe ik zo weinig damage of wat is dit? Oh, crap. Maar wij zijn nog wel van plan om een proper Scorched Earth Challenge te gaan doen. En, daar mogen jullie natuurlijk aan meedenken. Want of dit jullie gaaf lijkt, want of dit jullie denken dat een proper challenge is voor Rich, maar ook voor mij. Wij zaten aan te denken, misschien butt naked, running in the desert, gewoon gaan zoals dat het komt. Proberen te herbouwen, maar niet hier, in het makkelijke zuiden. Waar we zijn begonnen. Maar nee. Bij de Red Tower. Waar wij 100 keer dood zullen gaan. Ongeveer. Minimaal, denk ik. Wow, vast wel wat meer. Ons kennende, ja, absoluut. Zulke dingen zaten wij aan te denken, mensen. Dus als jullie daar nog hele leuke ideeën voor hebben. En vergeet niet de name suggestion voor de Lightning Wyvern. Maar als jullie nog leuke ideeën hebben voor een proper Scorched Earth Challenge. Voor de proper feeling. Voor het echte gevoel hoe het hoort te zijn op Scorched Earth. Want zo gauw je eenmaal zo'n OP Wyvern hebt. En deze Wyvern is OP, vergeet het niet mensen. 100% imprinting. Rich die heeft hem al flink opgeleveld.
Oh, die wyverns, ze zijn ook zo ongelooflijk mooi. Ja, Jabberwocky, jij ook. Absoluut. Oh yeah. Maar dan gaan wij nog even wachten, denk ik. Oh ja. Ja. We gaan nog even moeten wachten. We gaan nog even moeten wachten. Wat eten ze dan? Gewoon vlees, toch? Prime voornamelijk, ja. Oh ja. Oh, wauw, hoeveel honger? Oh, deze is nog maar 15 hunger kwijt. Oh nee, hij is 115 hunger kwijt. Het valt mee. Wij gaan nog even wachten totdat die Tony Drakens getemd willen worden. En zo gauw ze getemd willen worden, gaan we dat doen. En dan halen we jullie er weer bij. Tot zo. Dino's temmen, daar gaan we er ook even op uit. Wij hebben dit gezamenlijk al gedaan. Maar voor Rich is een Tony Draken nieuw. Rich? En het is een draak, hè? En het is een draak. Ja, absoluut. Niet één die vliegt, maar het is wel een draak. Zullen we de woestijn in? Is goed. Is te vaak wel een beetje warm. Hoe is ook lopen? Ja. Echt funky, hè? Ik had ze, toen ze gelanceerd werden, had ik ze sneller verwacht. Oké. Sneller en wow, die dingen hebben best range. Ja, absoluut. Ik had vroeger zelf thuis ook altijd reptielen. Dat was een baat aan me gaan, die loopt ook zo. Ja. Ik denk ook haast dat ze daar wat op gebaseerd zijn. Dat dit dan wat de voorouders zijn van baat aan gaan. Als ik dat zo wat bekijk. Oh ja, deze Morellatops die gaat natuurlijk vluchten. Oh, kunnen wij een Sabertooth aan? Jop. Ja joh, als je deze dino's vergelijkt met de saber of met de wolven, dan doet deze echt insane veel meer damage. Maar ze zijn wel veel minder agressief. Oké. Misschien moeten we hierheen. Hier is vaak wel wat te beleven. Oh nee, mijn stamina is er weer op. Die van mij heeft wel aardig stamina. Ja man, die had dikke status. Die was niet verkeerd. Wauw, wat een leveltjes erbij joh. Dat gaat harder. Die eerste levels gaan altijd zo hard. Die laatste die duren zo lang. Oeh, andere toren niet trekken. Die gaan wel beter. Oh, tweede manier na. Dood. Oh, Peggy Mastax. Die dingen die beginnen echt vervelend te worden, mensen. Echt vervelend. Wauw. Dood jij. Dude, die van jou doet veel meer damage dan die van mij. Hey, Tony Draken. Hier, heb je wat. Oh, mis. Die was raak. En weer een Peggy Mastax. Die nog echt iets heeft gejacht van mij ook. En nog een Peggy Mastax. Die daar heeft dat voor mij. Oh, ik ben er weer door mijn stamina heen. Oh, moet nog heel hard ook. Peggy Mastax. Geef me mijn spullen terug. Kale dieven. Hij heeft mijn 10 bola's gejat. En die zijn al heilig. Ja. Oh, god. Peggy Mastax. Wauw, Peggy Mastax zijn nog vervelender dan Titanomanena's, denk ik. Oeh, Terrorbird, kunnen we die hebben? Ja, toch. Tuurlijk kunnen we die hebben. Oh, ook een Diamond. Oh. Waarom staat die van mij stil? Oh. Dat is dood, jij. Oh, dat is dood, jij. Gros aan de kant, jij. Oeh. Ja, ga eens even gauw weg, man. Lekker wat leveltjes erbij. Lekker wat leveltjes erbij. Oh, gaan we echt een dodik killen? Tuurlijk. Het duurt zo lang. Ik kan het alleen. Oké. Ja. Oké. Laatste challenge. Oh, dit is low level. Hij is al bijna dood. Run, Boris, run. Even poep ondertussen. Even poepen. Even poep onderbreking. Dames en heren, even een hele kleine poep onderbreking. Zo, deze. En die is kapot. Dude, ik kreeg met deze echt wel gewoon een goede hoeveelheid prime meat. Ja, dat zouden ze misschien wel gebeurd hebben, joh. Oh, zou kunnen. Net toen wij deze Tony Drakens op wouden temmen. Oeh, wolf. Toen we deze Tony Drakens op wouden temmen, toen kreeg ik met mijn Wyvern Jabberwocky
toen kreeg ik maar 2 prime meat per Keratarium. Dat was vrij bijzonder. Oh, storm. Oh nee. Ik denk dat we back to base gaan. En dan gaan we nog eens even een hele lading Jaboa stemmen. En dan gaan we jullie gevraagde namen nog eens even weer gebruiken, dames en heren. Dus dan zijn wij er zo weer. De lading naming van de Jaboa's. Ik heb alle name suggestions tot aan dit punt heb ik nou weer gedaan op de Jaboa's. Het was weer een speedy bit van 2,5 minuut. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als je ervan hebt genoten van de speedy bit of van het feit dat Rich er is, of überhaupt van deze aflevering, vergeet niet even een like achter te laten op de video. Dat is voor mij heel veel waard. En mensen, blijf zo doorgaan met de comments, met de tips, met de trucs. En Rich die ontvoert onze schorpioen. Oh yeah! Dames en heren, ik heb hier 0 frames met al die Jaboa's. Er staan hierboven ook nog een iets wat van 100 Jaboa's of zo inmiddels. En daar gaan we een nieuwe locatie voor moeten vinden. misschien kan ik dat wel gaan doen. Oh, ik ga dat voor jou doen. Oké, helemaal top. Yeah. En ik ben ook nog wat voor plan te bouwen bij onze schaapskooi, want er kan natuurlijk niet een herder zijn zonder een fatsoenlijk herdershuisje. En ik heb honger. Oeh, dude, dit is grappig om te drinken met je kun in de hand. Oh ja, yeah. Oh, mijn eten is op. Maar, dames en heren, ik wil jullie echt hartelijk bedanken voor de steun die jullie geven. Het aantal subs is nog steeds insane hoe hard dat groeit. Allemaal dankzij jullie. Allemaal dankzij jullie, mensen. Super, super bedankt. En natuurlijk, als je mijn Mohawk leuk vindt, laat me dat even weten. Ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind hem wel heel erg gaaf. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Appetje ho.